Goedemorgen, leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Wij gaan even een half uur rekken en strekken. Ik had gevraagd om ergens te gaan zitten waar een muur is, een muur of een deur. Daarvoor leg je je kussentje of je stapeltje dekens, wat jij nodig hebt om rechtop te zitten in kleermaker zit. We gaan tegen de muur zitten in kleermaker zit. Kruis goed de onderbenen. Je mag je voeten onder je knieën doen, dus trek ze niet helemaal dicht bij je. Maar maak dus een beetje ruimte, een grote driehoek in het midden. Je strekt je armen. Je drukt zachtjes je knieën naar beneden en je zorgt dat heel je rug tegen de muur aan zit. Maak je schouders breed. Spreid je buik uit, maak hem plat naar de zijkant. En ook je onderrug is tegen de muur. We gaan niet heel hol zitten, nee, alles is tegen de muur. Als je stuitje nou nog steeds niet tegen de muur komt, pak nog eventjes een kussen of nog een dekentje erbij. Ik wacht even op jullie. Ik neem de tijd vandaag. Okay, zit rechtop. Schouders breed. Schouders breed. En draai de handpalmen om. De handpalmen wijzen nu naar het plafond. Je schouders blijven breed en tegen de muur. En je gaat langzaam je armen omhoog brengen met je handpalmen omhoog. Omhoog. Tot waar je komt. Dan draai je de handpalmen om, dus die wijzen naar voren. En probeer elke navel tegen de muur te drukken. De onderrug is nog steeds tegen de muur. Geen holle rug. Onderrug tegen de muur. Nou, probeer die buitenkant van die armen naar voren te draaien. Zodat er meer ruimte is aan de achterkant van je schouders. Dat je niet helemaal hier zit. Achterkant van de schouders. Spreid je. Spreid. En dan langs de muur gaan ze weer. Oké, nu gaan we van de andere kant. Je strekt je vingers op de vloer. Probeer de achterkant van je armen weer tegen de muur te drukken. Onderrug is weer tegen de muur. Die buik is plat. Oké, nou draai je handen op. Handpalmen wijzen naar het plafond. Als het mogelijk is, je duim tegen de muur. Onderrug tegen de muur. En we gaan langzaam omhoog. Kijk goed recht voor je. Schouders laag. Wacht even hier. Is de onderrug nog tegen de muur? En langzaam omhoog. Langzaam omhoog. Hou je duim tegen de muur. Strek je armen. Strek, strek, strek. Blijf strekken. Onderrug tegen de muur. Alsof iemand aan je polsen trekt. Nog wat langer. Nog wat langer. Nog wat langer. Onderrug tegen de muur. Strek. Hou eventjes vol. Mag je vingers in elkaar doen en ze uitstrekken. Strek je armen. Strek onderrug tegen de muur. Stuit je tegen de muur. Maak je lang. Eén lange lijn van je heupen naar je polsen. Nog langer. Niet inzakken. Even volhouden nog. Iets langer. Hou vol. Nog iets langer. Nog iets langer. Nog iets langer. Onderrug. Lang. En wissel de grip van je vingers. Eén gaatje verder. En strek. We zijn nog steeds heel erg lang. Even volhouden. Strek. Kan even checken of je ellebogen gestrekt zijn. Echt gestrekt. Maak je lang. En ontspannen. Nu komen we van de muur af. En we gaan de tenen bij elkaar doen. Dat even de achterkant laten zien. Tenen bij elkaar. Knieën iets uit elkaar. En je gaat op je hielen zitten. Heb je heel erg last van je knieën, of kom je niet helemaal naar beneden, doe je er een kussen tegen. Tenen bij elkaar, knieën iets uit elkaar.
Dan ga je wat hoger zitten. Als dat ook niet gaat, als je te veel last hebt van je knieën, ga je op een verhogingje met je benen hier zitten. Of op de stoel, die mogelijkheid is er ook altijd. Dus, grote teen bij elkaar, knieën iets uit elkaar, ga naar beneden. Nou, zit eerst eventjes goed rechtop. Zorg dat je niet bij een holle rug gaat zitten. Geen holle rug. Ik wil dat de schouders boven de heupen komen. Buik weer aangespannen. Goed rechtop zitten. Strek je de armen omhoog. Lange rug. Kijk omhoog. Lift je borst omhoog. We gaan ons heel erg lang maken. Naar de vloer. Vingertopjes op de vloer. Hou je billen laag. Loop naar voren. Kijk naar voren. Loop naar voren. Kijk naar voren. Loop naar voren. Hou je ellebogen en je polsen van de mat. Billen zijn laag. Loop naar voren. Loop naar voren. Loop naar voren. Zodat langzaam je voorhoofd op de vloer komt. En dan mag je armen ontspannen. Komt je hoofd niet op de vloer, pak je een kussentje of een blok. Maak je lang, loop naar voren. En zet je hoofd op een blok. Of iets lager. Gaan we. Zit er klaar voor? Pak al de benodigdheden, wat je misschien nodig zou hebben. Tenen bij elkaar. Knieën iets uit elkaar. Maak je lang. Buik in. Check even of je schouders boven je heupen zitten. Dus niet te veel naar voren. Naar achter. Navel in. Adem in. Armen omhoog. Maak lang. Buitenkant van de armen wijzen naar voren. Dus die gaan niet opzij, want dan gaan de schouders omhoog. Die wijzen naar voren. Navel in. Kijk omhoog. Lift je borst. Dan kan je meteen even checken of je ellebogen gestrekt zijn. Dan spreid je vingers. Oké, maak je lang. Hou de billen op je hielen. Hou ze op je hielen. Handen op de vloer. Nou, druk met je handen je billen weer terug. En loop naar voren. Maak lang. Maak lang. Druk met die vingers weer je billen terug. Dus als je omhoog komt, druk jezelf weer terug. En kom naar voren. Kom naar voren. Kom naar voren. Armen op de vloer. Ontspan. Blijf liggen. Billen naar de hielen. Ontspan. Rustig doorademen. Druk af en toe met je handen die hielen weer naar je binnen. Nou, kom op je vingertoppen. Je polsen en je ellebogen komen weer van de vloer. Je lift je hoofd ietsje hoger. En je loopt helemaal naar de linkerkant toe. Maak lang, maak lang. Je navel gaat over je been. Duw hem maar over je been. En je loopt naar voren. Loop naar voren. Loop naar voren. Je houdt je vingers in cupjes. Dus alsof er appeltjes onder zitten. Ellebogen van de vloer. De buitenkant van die arm naar beneden. Zorg dat je rechterheup naar beneden blijft. Hè? Druk hem naar beneden. En loop weer terug in het midden. Maak je lang. Druk weer eventjes die billen terug naar achter. En til. En we gaan naar de andere kant. Maak je lang. Duwt. En maak lang. Let op je heup, dat die niet omhoog komt. Beneden blijven. Maak lang. Strek, strek, strek. En kom weer terug in het midden. Maak je lang. En kom langzaam terug.
benen bij elkaar. We gaan naar de muur. Wat gaan we bij de muur doen? We gaan benen iets van de muur af. Heupbreedte. Strek je benen. Onderrug in die muur. Armen lang. Schouders breed. Onderrug in de muur. Nog meer. Nog meer. Maak je schouders breed. Nou, lift je armen omhoog. Maak jezelf lang. Hou de knieën gestrekt. Hou de knieën gestrekt. En rijk naar voren. Rijk naar voren. Knieschuiven omhoog. Kijk naar je knieën. Hang met knieën of trek ik goed met knieschuiven. Strek de arm, strek de arm. Maak dan. Met je tenen in de vloer en onder. En armen naar beneden. En zorg ervoor dat je vier punten hebt. Je grote teen, je kleine teen, buitenkant van je hiel, binnenkant van je hiel. Je voet staat op vier punten. Dus ga niet met je voeten naar buiten of naar binnen. Vier punten. Spreid als het mogelijk is ook nog de tenen. Oké, trek je knieschijven op. Druk je onderrug in de muur. Strek je armen. Nou, maak je lang. Maak je lang. Maak je lang. Hou de knieën gestrekt. Hou de knieën gestrekt. Hou de knieën gestrekt. Maak je lang. Maak je lang. Dan zet je je handen op je scheenbenen neer. Maak een lange rug. En probeer langzaam met die lange rug naar voren te schuiven. En misschien wel voor je tenen. Maak lang. Zijn de knieën nog gestrekt? En kom omhoog. Zak langzaam naar beneden. En zit op de grond. We gaan tegen de muur liggen met gestrekte benen. Pak alvast je riem of je sjaal vast die bij in de buurt ligt. Okay. We beginnen met gebogen benen. Vingertoppen naar beneden. En je strekt je armen. Gebogen benen, strek je armen. Duw ze weg. Duw ze weg. Duw ze weg. Vingertoppen zijn naar beneden. Dan gaan we één voor één de benen strekken. Benen bij elkaar. Strek je armen. Strek je armen. Strek je armen. Onderrug naar de vloer. Strek je benen. Strek je benen. Duw je handen. En nog meer. Onderrug op de vloer. En ontspan. Nou wil ik even met jullie even allemaal naar gaan kijken, want ik ga even iets voordoen en daarna kunnen jullie het doen. Want anders kunnen jullie mij niet zien. We beginnen met de voeten tegen de muur. Gebogen benen, onderrug plat. Nou ga ik met mijn hielen en mijn voeten tegen de muur drukken, zo hard, dat mijn huid en mijn vestje naar beneden trekken. Dus die onderrug is helemaal plat. Druk ik de voeten bij elkaar. Maak me lang. Buig mijn rechterbeen. Sjaal eromheen. En strek. Er gebeurt niks in mijn linkerbeen. Die blijft helemaal gestrekt. En die blijft tegen de muur aan duwen. Yes? En dan wisselen we het met de andere kant. Jullie mogen nu allemaal tegen de muur uit gaan liggen. Voeten tegen de muur. Heb je dan geen muur, is natuurlijk geen probleem. Oké, ga maar liggen. Gebogen benen tegen de muur. Hielen tegen de muur, voeten tegen elkaar. Handen plat op de vloer. Ja. Van gebogen benen gaan we duwen in die muur naar gestrekte benen. Onderkant lang. Druk de bovenkant van de dijen naar beneden in de vloer. Kuiten zijn in de vloer. Hielen in de vloer. Hielen en heel de voet tegen de muur. Die vier punten. Kleine teen, grote tenen, buitenkant hiel, binnenkant hiel. Drukken tegen de muur.
tegen de muur. Zijn mijn knieën gestrekt. Kuiten tegen de vloer aan. Oké, buig je rechterbeen. Pak je sjaal. Linkerbeen blijft duwen. Strek je been. Strek je been. 90 graden. Probeer hem met gestrekte armen vast te pakken. Schouders breed, borst omhoog. Kijk eventjes naar je voet. Ook weer die vier punten alsof je tegen het plafond met je voet staat. Dus kantel je voet niet aan de rare kant. Tegen het plafond. Is mijn knie gestrekt? Is mijn linkerbeen al gestrekt? Duw naar beneden. Zijn we nog steeds met onze voet in de muur aan het duwen? Strek je been. Strek je been. Blijf strekken. Twee knieën zijn gestrekt. Schouders breed. Hoe zit het met ons hoofd? Hangen we helemaal naar achter? Of maken we die achterkant goed lang? Maak die achterkant goed lang. Een lange rug. Vanaf je hiel van de muur tot aan je kruintje. Een lange lijn. Oké, haal het bandje eraf. Been neer. En voel even het verschil. Ontspannen. We gaan naar de andere kant. Daarvoor buig je weer even je benen. Zet je hielen tegen de muur, benen gebogen, onderrug op de vloer. Nou, zorg ook dat links en rechts gelijk is. Hè? Voel eventjes dat niet één bil meer omhoog staat of één hiel. Handen in de vloer en we drukken weer tegen de muur. Druk, 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 druk. Die onderkant is lang. Bovenkant dijbenen in de mat. Druk je voeten tegen de muur. Vier punten. Grote teen. Kleine teen, binnenkant hiel, buitenkant hiel. Oké, buig je linkerbeen. Je riem, je sjaal, je bandje om je linkerbeen. Nou, strek je been. Knie gestrekt. Heup naar beneden, til niet je heup op. Rechterbeen gestrekt. Duw nog steeds in de muur. Met die vier punten. Van je been wat omhoog is, vier punten omhoog. Dus je grote, kleine teen, binnenkant, buitenkant, hiel. Strek je been. Strek je armen, achterkant nek lang. Pak hem even vast en zorg dat hij lang is. Rustig door blijven ademen, ook belangrijk. Strek, 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 strek. Hou hem even vol. Strek hem nog meer. En laat los. En ontspannen. Buig de knieën. Rol naar de rechterkant. En kom langs omhoog. Oké, de riem kan even weg. Dan hoop ik dat jullie allemaal een muur hebben. En anders nog steeds zonder muur. We beginnen. Ietsje voor de muur. Armen omhoog. Kijk omhoog. Kom ver naar voren. Zet je handen tegen de muur. Loop iets naar achter. En zorg dat je handen ietsje boven je schouders zijn. Nou, druk jezelf naar achter. Strek de benen. Strek de benen. En kijk naar de muur. Kijk voor je. Degene die een muur hebben. Gaan zo staan. Zonder muur heb je uiteraard de stoel. Ik zal hem even zo neerzetten. Handen hier bovenop. Loop naar achter. We hebben hem zondag al gedaan. En maak je lang. Ja? Mensen tegen de muur. Loop naar achter. Voeten zijn heupbreedte. Kijk naar voren. Dus kijk richting je handen. Dat opent je borst. Alleen de buitenkant van je armen weer naar beneden. Open je borst. Strek je benen. Strek je knieën. Strek je knieën. Nou, degene tegen de muur, loop een stukje naar beneden. En blijf naar voren kijken. Lange rug. Strek je knieën. Degene bij de muur, ga iets lager. Degene van de stoel.
kunnen misschien ietsje lager op de stoel. Misschien kan je de poten vastpakken. En dan kunnen we ook steeds lager gaan. Uiteindelijk wil ik dat jullie zo laag mogelijk komen. Blijf naar voren kijken. Zijn mijn knieën nog omhoog? Kijk naar voren, maak je lang. Oké, allemaal handen op de vloer. Zo ver mogelijk bij de muur. Je verplaatst je voeten niet. Die waren plat. Strek je benen. Nou, duw je handen in de vloer en je schouders naar achter. Loop met je handen terug naar je voeten. Hou je knieën gestrekt. Dan gaan we heel langzaam op handen en voeten naar de muur lopen. Oké, nog maar iets verder. Totdat je achterkant van je hoofd tegen de muur aan komt. Knieën gestrekt. Als je je handen niet op de vloer krijgt, pak je kuiten vast. Hè? Pak je kuiten of je hamstrings vast. Nu wil ik dat je langzaam met je achterkant van je hoofd tegen de muur naar beneden gaat glijden. Dus je rust tegen de muur aan. Misschien een beetje gek uit nu op beeld. Je rust tegen de muur aan. Knieën zijn nog steeds gestrekt. Knieschijf omhoog. Trek ze omhoog. Je mag hier blijven. Of als je wilt, armen naar achter brengen. Richting plafond. Dus je rug gaat naar beneden. Armen gaan richting plafond. Spreid je vingers. Stap langzaam naar beneden. Blijf weer even. We gaan niet meer verplaatsen. Haal vol. Concentreer op je ademhaling. Niet je adem gaat inhalen. Mag ook een liedje zingen, mag ook. Dan gaat het ademhalen ook vanzelf. Dan strek je armen omhoog. En glijd met je rug naar beneden. Knieën zijn gestrekt. Knieschijf omhoog. Voeten staan op vier punten. Grote teen, kleine teen. Binnenkant hiel, buitenkant hiel. Trek de binnenenkels omhoog. Hou nog heel even vol. Hé, niet stoppen, volhouden. Heel eventjes. Gaan we eerst de armen naar beneden brengen. Zet je handen neer. Loop eerst een stukje naar achter met gebogen benen. En dan komen we omhoog. Schud even lekker los. En we gaan weer zitten. Laten we gaan liggen. We gaan liggen op je rug. Voeten heupbreedte. Arm op de vloer. Nou, kijk eerst even wat ik doe. En dan doen we het allemaal gezamenlijk. Doe je arm op de vloer. Buik is hier breed. Brede schouders, borst omhoog. Ik druk met mijn armen op de vloer. En ik kom langzaam op mijn schouders. Even schuiven. Ze komen langzaam op mijn schouderbladen. Zo hoog mogelijk. Druk er met vier punten van mijn voeten in de vloer. En dan kom ik weer langzaam naar beneden. Werveltje voor werveltje. Oké. Zijn we klaar voor? Ga maar liggen. Voeten heupbreedte. Zorg dat je knieën recht blijven. Dat ze niet naar buiten vallen. Handen op de vloer. Kijk naar het plafond. 1,
Druk je armen en je triceps op de vloer. En druk omhoog. Druk omhoog. Triceps op de vloer. Je borst komt naar je kin toe. Dus niet je kin naar je borst. Je borst naar je kin. Blijf hoog. Blijf hoog. Vergeet niet die grote teen naar beneden te drukken. En kom weer langzaam naar beneden. Als je geen muur hebt, blijf je dit doen. Als je wel een muur hebt, draai je naar de muur. Kom je wat dichter bij de muur, voetzolen op de vloer. Handen op de vloer, dan rol je hem hier op. Werveltje voor werveltje. En weer langzaam terug. En weer langzaam omhoog. Druk je voeten in de vloer. Masseer je rug. Druk je armen in de vloer. Kom op je schouders, borst naar je kin. Druk met vier punten. Knieën parallel. En weer langzaam terug. Als er nou een plekje is dat je denkt, oef, dat is een naar plekje. Blijf je daarheen heel even. Adem je in, adem je uit. En dan ga je weer een stukje verder. Dus je wordt langzaam heel die rug op. En doe je dit nog een keer. We gaan rustig door, dus blijf tegen de muur. Een versie met een stoel. De voeten op het randje, pak de poten van de stoel vast. En dan kan je ook omhoog komen. Hè? Met je voeten in de vloer. En langzaam naar beneden. Dus blijf bij de muur, de stoel of zonder stoel. Druk dan de poten naar beneden. Als je niet omvalt. En zo hoog mogelijk. En langzaam naar beneden. Dan gaan we gezamenlijk allemaal omhoog. Nou, blijf omhoog. Mensen met de stoel, druk de voeten naar beneden. Vingers in elkaar. Kom meer op je schouders, strek je armen. Dus ik heb mijn vingers in elkaar, strek mijn armen richting muur of stoel. Hou vol. Druk je triceps naar beneden. Achterkant armen naar beneden. Je borst komt naar je kin toe. Even rustig doorademen. Langzaam naar beneden. En ontspannen. We gaan naar de zijkant. En dan kijk ik heel eventjes wat ik doe. En dan kun je dit weer nadoen. Ik ga met mijn rechterbeen over mijn linkerbeen. Mijn knieën zijn over elkaar. Armen zijn opzij. Voet. Mijn linkervoet is nog op de vloer. Ik draai je naar de rechterkant. Dus de knie die bovenop zit gaat naar rechts. Totdat ik niet meer verder kan. En ik kijk naar links. Kom terug. En wissel ik. Ga naar de andere kant. Yes. Dus ga maar liggen. Gebogen benen. Armen opzij. Handpalmen naar het plafond. Linkerknie over de rechterknie. En kom maar langzaam opzij. Voor jullie natuurlijk rechterknie, sorry, even allemaal terug. Rechterknie over de linkerknie. En we gaan langzaam naar rechts. De linkervoet komt op de zijkant van de voet, komt op de vloer. En je kijkt naar links. Blijf je doorademen. En bij elke
uitademing probeer je navel meer naar links te draaien. Dus je ademt in. En bij de uitademing navel naar links. Adem in. Bij de uitademing navel naar links. Laatste keer adem in. Adem uit, navel naar links. En langzaam omhoog. Twee voeten op de vloer. Zorg goed dat links en rechts weer gelijk ligt. Niet één voet meer naar voren. Billen gelijk. Linkerbeen over het rechterbeen. En we gaan naar links. En je kijkt naar rechts. Adem in en bij de uitademing. Navel gaat naar rechts. Adem in, adem uit. Navel gaat naar rechts. Adem in, adem uit. Navel naar rechts. Laatste keer. Adem in, adem uit. Navel naar rechts. Langzaam naar het midden. Zet je voet op de vloer. En we gaan weer naar de muur. Of naar je stoel. We gaan met de billen weer tegen de muur aan liggen. Benen gestrekt. Pak een kussentje of blokje en leg het op je onderbuik. Voeten zijn bij elkaar. Armen, elleboog en schouderhoogte als je de plek hebt en ontspan. Heb je geen muur? Leg je benen op de stoel. Oké, ontspan. Er ligt dus een blokje of een kussentje op je buik. Nou, ga rustig nu tegen de muur aan. Dibbelen dat je billen echt tegen de muur aan liggen. Doe ik ondertussen nog eventjes voor hoe het met de stoel gaat. Als je een stoel gebruikt, zorg dat je benen kunnen ontspannen. Dus je ligt iets verder weg van de stoel, je kuit ontspannen. Yes. Nou, leg een dekentje of een blok of een kussentje op je buik. Ga ik weer tegen de muur liggen. Billen tegen de muur. Lig gewoon op tegen de muur met de billen. Armen opzij. Ogen dicht. En voel het blokje of het kussentje op je onderbuik op en neer. We ademen in en uit door de neus. Ontspan je tong aan de onderkant van je mond. En dan voel je datgene dat je op je onderbuik hebt liggen op en neer. Ontspan je schouder. Onderrug ligt op de vloer. Als je niet op de vloer ligt, ga je een beetje naar achter, zodat je benen wat schuiner staan. Bij elke uitademing probeer je onderrug meer te laten ontspannen in. Ontspan je benen. Ontspan je schouders, je handen.
Concentreren op de ademhaling. Probeer wat langzamer en wat dieper in te ademen. En wat langzamer uit te ademen. Ga je eigen ademtempo aan. En heel langzaam uit. En nog twee keer langzaam. En de rust. En langzaam je ogen openen. Blokje of kussentje van je buik af. Je benen buigen en langzaam naar de zijkant rollen en daar even blijven liggen. Blijf even op je zijkant liggen. Ontspan je op de zijkant. Druk je met je hand op de vloer, kom je langzaam omhoog, je hoofd komt als het laatste. En je even zitten op je verhogingje. Kruis de benen. Hand weer op de knieën zoals we begonnen. Maak je lang. Schouders breed, geen holle rug. Hou die lange rug heel goed af. Namaste. Hartstikke bedankt dat jullie er waren. Ik zie jullie donderdag om 8 uur. Hopelijk weer met een muur, een stoel, een kussen, blokjes en een riem. En dan zeg ik adios.